Ik wil laten zien hoe je een teksteffect kunt laten zien door tekst te laten kantelen en verschuiven. Ik ga hier een tekst plaatsen. In dit geval mijn naam. En dan ga ik met dit pijltje dit verplaatsen. Dat is de tekst, dan kan ik hem hier mee vergroten. Dan ga ik hier in het, tussen de J en de O staan. Dubbelklik ik even. Hou de Alt-toets ingedrukt. En dan ga ik met het pijltje naar links. Dan ga ik de O dichterbij halen. J en de O. Dan ga ik dus de O en de H staan. Dan ga ik de O en H dichter bij elkaar zetten. De H naar boven toe. Dus de Alt ingedrukt en het pijltje naar boven. En dan een beetje Alt ingedrukt en pijltje naar links. En zo gaan we tussen de H en de N staan. Gaan we de Alt ingedrukt houden. En de N dichterbij halen door het pijltje naar links te gaan. Nu gaan we tussen de H en de N gaan we de N kantelen. Dat gaan we zo doen. De N gaan we kantelen. Nou gaan we met het pijltje toets tussen de N en de V. Nog een keer. Alt ingedrukt houden, pijltje naar links. Zo dichterbij halen. Zo gaan we weer Alt ingedrukt, pijltje naar links. Gaan we de A weer Alt ingedrukt en het pijltje naar onderen. Gaan we de A naar beneden zetten. Gaan we tussen de A en de N staan. Gaan we de A en de N dichter bij elkaar halen. Alt ingedrukt houden en het pijltje naar boven. En zo kun je mooie teksteffecten maken. Dan gaan we tussen de N en de L staan. Gaan we deze dichterbij halen. Gaan we de L naar beneden zetten. Dus Alt ingedrukt en pijltje naar beneden. Tussen de L en de A staan. Zo. En dan weer tussen de L en de A. Dichterbij halen. Alt ingedrukt en pijltje naar boven. Weer tussen de A en de R. Dichterbij halen. Alt en pijltje naar links. En weer naar boven. En dan weer tussen de R en de H staan. De R dichter en de R dichter naar de H. De H weer naar boven. Alt ingedrukt, pijltje naar boven. En we gaan weer tussen de H en de O staan. H en de O dichter bij elkaar. Alt ingedrukt houden, pijltje naar beneden. O en tussen de O en de V. En weer hetzelfde effect zo. En zo weer naar boven. Gaan we deze weer dichterbij halen. Gaan we tussen de V en de E staan. Alt ingedrukt. Weer hetzelfde. Dan gaan we de E kantelen. Dan gaan we even kijken hoe dit. Zo. Zo. En dan gaan we dus de V en de E dichterbij halen. En nu is je klaar. Dan gaan we zo bestand bitmap exporteren. Bladeren. We gaan bladeren. Deze. Opslaan. Exporteren. En als het goed is, is hij nou hier een bestand. Hier is het tekstbestand. En dit tekstbestand kun je plaatsen in een Word document of via GIMP plaatsen. En dit was het.